Een dodelijk ongeval op de snelweg A12 bij Woerden. Een vrachtwagen ramde in volle vaart een pijlwagen van de wegwerkzaamheden, waarbij één wegwerker om het leven kwam. Ja, omstreeks 2 uur is er op de A12 vanuit Utrecht richting Den Haag is er een ongeluk gebeurd, waarbij een vrachtwagen op een afzetting is ingereden. Dat heeft deze chaos veroorzaakt. Door de klap schoot de trekker van de pijlwagen los. De trekker werd gelanceerd en knalde tegen een andere pijlwagen, waarop wegwerkers bezig waren om pionnen binnen te halen. Er zijn in totaal 3 slachtoffers bij betrokken, waarvan 2 slachtoffers zijn afgevoerd naar ziekenhuizen in de omliggende omgeving en waarbij helaas 1 iemand is overleden. Getuigen spraken van een enorme klap met een enorme stofwolk en rondvliegende onderdelen. De klap was zo groot dat inwoners van de Woerdense wijk Molenvliet deze hebben gehoord. De ravage is ook groot. 2 vrachtwagens, waarvan 1 met een aanhanger, 2 pijlwagens en een kleine vrachtwagen dienen te worden weggesleept. Daardoor is de snelweg A12 tot in de ochtendspits afgesloten. De snelweg A12 is geheel afgesloten vanuit richting Utrecht naar Den Haag. De politie is nog bezig met sporenonderzoek en de bergen zal nog het een en ander moeten opruimen. Dus de verwachting is dat de A12 nog enkele uren afgesloten is.